Yo guys, Clash hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is de allerlaatste CSGO Operation Hydra video. En zoals je ziet aan mijn mooie dingetje hier, is Operation Hydra voorbij. En ik weet niet of ik het al heb laten zien, maar ik heb dus effectief mijn diamonds. Mooie coin. We weten allemaal dat ik wel eens graag een cage open. Dus ik dacht, hey, misschien kan ik voor de laatste Hydra video wel eens een case openen. Dus drie keer al dat ik van plan ben, ik ga een case openen. We zien daar de Spectrum 2 case en daar hier de Spectrum 2 case key. Dat geeft mij gewoon de blauwe maar al direct. Ik ben er klaar voor. Er gingen twee rozen voorbij. Wat is dat? Zo'n goede skin. Nu, omdat ik zo steenachterlijk ben, ga ik nog een case openen. Oké. Ik heb hier nog een mooie case. Wat voel ik? Oh, spanning. Hell yeah. Het zoon is bitch. Alright, ik moet wel misschien eerst mijn case key. Oké, ik ga niet kijken. Ik wil... Wacht. Oh my goodness. Ik heb in totaal 18. Nu, Hydra is voorbij. Laten we even gewoon teruggaan naar het ding van Hydra. Snap je, Hydra video. Kijk, dus hier hebben we een mooi tabblad. The Best of Hydra. Ze hebben Wingman gehouden in het spel. Ze hebben Wargamers gehouden. En ze hebben wat geklopt met de Comptiv map pool. Nu, dus dit zijn de nieuwe Comptiv maps. Maar wij gaan Wingman spelen. En dan gaan we wat leuk praten, snap je? Nou, we zitten hier in de game. Het gaat net beginnen. En we spelen weer op Dizzy. Nou... Jochen, je zopper is een stomme Rus al die. Oké, het is wel maar 6 tegen 6 geworden, wat ik op zich wel jammer vind. Want het was altijd zo leuk aan Scoutsman, het altijd zo chaotisch was, snap je? Ik vind wel dat ik views op deze video verdien, omdat ik geld heb verspild. Dus ik had ook een beetje views willen op een video als je er gewoon fucking 5 euro aan verkloot hebt. Hallo, oh! Fuck. Oeps, dat was niet de bedoeling. Hey. Ja, zo leuk ben ik dan. Hallo, oh, sorry, dat was fucking lekker. Where are you, dikzak? Oh, nee. Ah, dat was wel karma. Roski. No Roski, shut the fuck up. Oh. Je wilt niet weten hoeveel Roskis ik al heb moeten muten deze game, maar echt niet. Zo, Cassiop doet zo een keuring dingen. Ik denk dat ik gewoon mijn video ga opsturen, want ja, like, ik heb 5 euro verspild van deze video. Dan mag je dat ook wel wat fame krijgen. Kut, sorry. Hallo, oh fucking hell. Nee. Kutnijver. Dat is wereld diezelfde gast. Nou, we zijn hier aan het verliezen en ik ben de enige die een kill heeft gemaakt. En één is, iemand slaagt er zelfs in om min 1 te halen als teamkiller niet eens aanstaat. Oh, en dat is precies wel hek van mij. Ja, er zijn heel veel enemies rond mij. Oh. Oh, oh sorry. Sorry. Dat was fucking recht. Kutnijvers, jongen. Nee, wat ik al heb gezegd, ik heb al lange tijd geen motherfucking CSGO meer geüpload. Gewoon niet in het algemeen eigenlijk. Oh. Oh ja, lekker. Lekkere headshot was dat. Holy boy. Ik ga proberen no scopen. Oh. Tot zo. Ah, hey. Niet weglopen, aars. Ja, ik heb hem net aars genoemd. Ja, mij gaat hij niet killen, hè. Hallo, ik ben er nog, dikzak. Die ging maar niet dood, die mongol. Oh, what the fuck, kunt je ladder gebruiken? Heel mijn leven was een leugen, jezus. Oeh, wij net hier upfucken. Wacht, ik moet misschien naar mijn teammate zien. Oh, ja, inderdaad, hij fucked het up. Dan moet ik hier gaan alles doen, dat vind ik normaal, fijn niet normaal. Sammy, Mario, dikzak. Allee. Kiekeboe. Kom, we gaan een beetje snijven. Oeh, godver. Nee. Nee! Sorry, alles is oké met mij. Ik heb geen autisme of zo. Deze game mode was zoveel leuker met 12 man. Was op zich nog altijd leuk, maar ik vond het leuk met 12 man, want het was zo fucking chaotisch. En er is niks leuker dan pure chaos in games. Het is trouwens een mooie 7-2. Moet kunnen. Moet kunnen. Nee! Oh, bitch. Oh, ik kan gebackreept worden. Oké, what the fuck is de kans? Oh fuck. Maar
Visa kut knife. Maar ik kan deze video van CSGO wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. CSGO. Geen op... Nee, wat zeg ik? Waarom volgende keer meer? Volgende keer is gewoon terug CSGO, want Operation Hydra is officieel voorbij. Ik ga deze video afsluiten en ik zeg ciao.